wel weer meteen een stuk anders dan echt een schets natekenen. Welkom bij deze vierde les, deze schetsles van het Rijksmuseum Creative. Vandaag gaan we werken aan mensfiguren. Britt, we hebben natuurlijk de vorige keer allemaal objecten getekend, maar ik wil je natuurlijk ook laten oefenen met het tekenen van mensen. En niemand deed dat beter dan Rembrandt zelf. Ik heb een paar voorbeelden meegenomen. En wat opvalt is dat je eigenlijk maar enkele lijnen ziet. En daarmee weet hij de houding, zelfs een beetje karakter, emotie, alles weet hij daarmee te vangen. Natuurlijk is hij getraind, hij heeft getraind oog, getraind hand. Maar dat kun je leren dus. Dat je een beetje leert kijken welke lijnen nou essentieel zijn en nodig zijn om iets mooi neer te zetten. En het werkt heel goed om mensen in het echt na te tekenen. Maar het werkt ook heel goed om te werken naar de voorbeelden van anderen. Dus ik wil jou deze bijvoorbeeld geven. En dan werk ik zelf met dit voorbeeld. Ook een mooie waarin je weer wat lichte partijen ziet. Een heel los handschrift. Hij heeft een heel losse toets vaak. En dan hier wat krabbeliger, waardoor het wat donkerder wordt. Weer die lijnen dichter op elkaar. En dan mag je die zo groot als ze zijn even natekenen. Oké. Dus je kan even aangeven waar het midden is, waar het begin is en waar je wil eindigen. Als je niet helemaal uitkomt, is het geen ramp. Maar dan heb je een klein beetje een houvast. Nu probeer ik echt in grote, simpele lijnen. Ik ga niet exacte lijnen naar die Rembrandt neerzetten, want hij heeft zijn eigen handschrift. En wat je ook gaat zien, is dat soms Rembrandt met hele rake lijnen iets neerzet, maar dat hij dat ook een beetje aanzet. Dus dat sommige lijnen wat donkerder zijn dan de ander. Door wat harder te drukken met je potlood bijvoorbeeld. Precies. Daarmee leg je net weer iets de nadruk. Dus bij jou zie je dit gedeelte is wat meer aangedrukt, maar ook juist bij de schoenen. Hier. Dat echt het licht van die kant afkomt. Ja. Hoe gaat het? Ja, wel oké. Okay. Het is wel moeilijker met de verhoudingen, omdat dit een object is wat je niet gewend bent. Maar het is makkelijk dat hij het al in grote lijnen heeft opgezet. Dat hij het voordoet. En jij, wat teken je zelf eigenlijk? Als je... Vaak portretten, maar dat is dan echt alleen het gezicht. En dan werk je naar foto? Of ook? Ja, naar foto. En niet zozeer naar mensen in het echt? Je hebt nog niet mensen die voor je stil gingen zitten? Nee. Misschien thuis een keer? Nee, ook nog nooit. Niet. Dus dat zou ook wel... goede oefening zijn. Mooi die rechte lijnen die je ziet. Die van die jas, die benadrukken ook nog dat het zo'n hele lange cape is bijna die hij draagt. En alsof het een hele soepele jas is. Ja. Dus zelfs met een paar lijnen kun je een gevoel geven van stof of structuur. In dit voorbeeld hier zie je een ets. En wat zo grappig is in de voorbeelden waar wij nu van werken, dat zijn tekeningen. En het zou zomaar kunnen dat Rembrandt deze figuur buiten heeft gezien, heeft getekend en dat hij in zijn atelier het is verder gaan uitwerken. Dus hier zie je wat meer licht- en donkerpartijen aangezet. Misschien een beetje bijverzonnen, misschien even iets bijbedacht, maar het algemeen is het gebaseerd op de tekeningen en mensen die hij buiten tegenkwam. Staat er goed op, Britten? En dit zijn natuurlijk hele snelle schetsen van Rembrandt, die hebben wij redelijk snel overgenomen. Nu wil ik even kijken naar het werken van foto's. Jij hebt wel eens met foto's gewerkt, begreep ik? Ja, klopt. Ik heb een aantal voorbeelden meegenomen. En ik dacht, ik geef deze aan jou. Dat is wel een hele mooie oude foto. Ja, dit zijn foto's uit de Rijksstudio. Hier in het Rijksmuseum werken we natuurlijk heel vaak naar de voorbeelden en de werken van de grote meesters. Maar je kan natuurlijk ook heel goed kijken naar foto's. Dit zijn toevallig inderdaad allemaal oude foto's die je van de website kan downloaden. En ik wil deze even gebruiken om in ieder geval op de mensfiguur te letten. Het gaat niet zozeer om de entourage en de context eromheen. Maar probeer het middelste figuur even groot neer te zetten, zoals je zojuist hebt gedaan met de tekening van Rembrandt. Dan doe ik hetzelfde met mijn figuur hier op de voorgrond. Goed. Het is wel weer meteen een stuk anders dan echt een schets natekenen. Ja, tuurlijk. Hier werk je naar de lijnen van Rembrandt zelf. Die heeft hij eigenlijk voor jou bepaald. Ja. Wat maakt het nog meer dat het heel anders voelt voor jou nu? Ik moet zelf zien waar het donker en licht valt. Terwijl Rembrandt dat al zelf zeg maar mooi met die lijnen bedacht heeft. Dus dit is misschien nog een tandje moeilijker omdat je nu weer van een foto werkt? Zeker. Natuurlijk is het ook nog steeds een plat vlak. Dus je neemt een plat vlak over op je papier. Dus op het moment dat je echte mensen gaat tekenen die buiten rondlopen, zou dat natuurlijk ook weer anders zijn. Ja. Ja, en ook omdat het een bewegend beeld is. De foto bij mij is vastgelegd in een lopende
vorm. Dat maakt het ook weer heel anders dan een stilstaand persoon. Ja, tuurlijk. Nou is het nog altijd makkelijk, denk ik, als zij zo braaf stil blijft staan. Maar het is een lopende houding. Hoe vind je het gaan, Britt? Ja, gaat wel goed. Door jouw tips heb ik echt dat losse tekenen wat beter door. Ja. Dan kan ik sneller dingen op papier zetten. Ja, dat is het vooral. Je zet veel vlotter zo'n heel figuur op papier. En ook nog met licht en donker. Dus die lijnen zijn goed zichtbaar. En straks wordt het echt leuk als je dit een beetje onder de knie krijgt om random mensen of familieleden, vrienden gewoon even te vragen stil te zitten. Of juist op het moment te tekenen als ze iets aan het doen zijn. Zeker. Of als iemand even tv zit te kijken, dan kan je mooi makkelijk. En omdat je nu steeds sneller gaat tekenen, weet je ook steeds sneller te vangen wat je wil vangen. Dat je niet alles in volle detail neer moet zetten om net zo'n krachtige tekening te maken. De volgende keer willen we gaan kijken hoe we wat meer diepte kunnen creëren in de mensen. Meer een ruimte kunnen creëren door ze voor elkaar te plaatsen. Dat kun je met objecten doen, maar natuurlijk ook met mensen. Dus daar gaan we de volgende keer naar kijken.